NDP-parlementariër Rabinder Permisser heeft melding gemaakt van illegale activiteiten die in het Tigri-gebied plaatsvinden. Volgens de informatie waar de NDP-fractie over beschikt, moet het gaan om drugslandingen en illegale goudwinning. Permisser zegt ook dat het blijkt dat Guyanese autoriteiten in het gebied Brazilianen hebben opgepakt en hebben voorgeleid in Guyana. Na zeggen van Permisser is de Guyana Defence Force actief op het Surinaams grondgebied. Het DNA-lid vroeg de regering in hoeverre deze informatie op waarheid berust en welke acties zij al hebben ondernomen. Voorts is ook gebleken dat de Guyana Defence Force actief is in het gebied, ons grondgebied, voorzitter. We vragen de regering of deze informatie juist is. Zo ja, welke stappen heeft de regering ondernomen om tenminste Guyana ter verantwoording te roepen voor deze ongeoorloofde handelingen. Volgens het verdrag van Chaguaramas moet het Tigri-gebied een gedemilitariseerd gebied zijn totdat er een definitieve oplossing is bereikt. Hebben de Guyanezen met onze regering hierover overleg gevoerd en toestemming gevraagd om op ons grondgebied te opereren? Hoe kunnen er samenwerkingen zijn met ons buurland terwijl zij ons grondgebied bezet houden? Permisser benadrukte dat zwijgen in deze kwestie absoluut geen optie is. Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie benadrukt dat het Tigri-gebied Surinaams grondgebied is en Guyana sedert 1969 probeert het gebied op te eisen. Suriname heeft op 23 februari kennis genomen van de activiteiten die Guyana uitvoert in het Tigri-gebied, waarna de Surinaamse overheid toen direct acties heeft ondernomen, zegt Mathura. En die acties van de regering hebben betrekking op exact vaststellen welk gebied het was. 2. De grenscommissie informeren. 3. Informatie opvragen aan de Guyanese regering. En 4. De minister van Bibes heeft een gesprek aangevraagd meteen over deze zaak met zijn collega minister van Buitenlandse Zaken van Guyana. Dat zijn de acties die de regering heeft genomen. En ik wil benadrukken dat de regering niet slaapt en niet stilzit en dat deze zaak voor ons heel veel prioriteit heeft en we het heel erg serieus nemen. En dat ik uw college en de leden van uw college kan garanderen dat wij onze stem en onze claim, het Tigri-gebied is van ons en dat we dit absoluut niet zo zullen laten. Verschillende DNA-leden hebben benadrukt dat de Surinaamse overheid nu echt acties moet ondernemen als het aankomt op het Tigri-gebied, wat Surinaams grondgebied is. DNA-vicevoorzitter Deo Charman benadrukte dat de staat met verwijten niet ver komt. Het parlement moet volgens hem als één man staan om deze kwestie recht te trekken.